Weet je, maar ja, we zijn ook allemaal kind geweest, weet je wel. Jij bent ook kind geweest, toch? Jij ook. En kennen jullie elkaar al heel lang ook? Redelijk lang. Vanaf hoe, welke leeftijd? 2 jaar geleden. Oké. Was het een beetje rond de tijd dat jullie allebei tegelijkertijd besloten om je haar met sperma helemaal zo naar achteren te doen? Sorry hoor, ik probeer gewoon leuk te doen voor de mensen, maar het is een beetje lastig. Weet je wat we doen? We zien elkaar na de show, bij de artiestenuitgang. En dan geef jij mij jouw nummer. En dan blokkeer ik je meteen. Zie je daarvan? Ja, oké, sorry. Weet je wat het is? Ik probeer je niet te kwetsen. Ik heb gewoon... Dit is zo gek aan mij. Ik ben geen autist of een narcist, maar ik voel nooit wat andere mensen voelen. Snap je? Snap je? Ik ben zo lekker met mezelf bezig. Snap je? Ik, Wiebi, Lang, Roel en de gebroeders Jussen. Hè? Je weet wel, die twee jongens die eruit zien alsof ze elkaar neuken om te kijken of er nog een broer bij komt. En wij zijn zo lekker met onszelf bezig. We komen gewoon niet toe aan andermans gevoel, weet je wel. Ik heb nooit dat ik iemand zie en dat ik denk, oh ja, ik snap wel hoe jij je voelt. Nooit. Of het nou een man bij een bus is die staat te wachten. Of een tandarts. Of iemand die zo'n hap brood neemt en dan zo'n slok koffie erbij. En dan gaat plamuren in zijn bek. Ik snap ook helemaal niet waarom die mensen het zelf niet raar vinden. Je weet namelijk zeker dat het raar is. Weet je hoe je weet dat het raar is? Omdat er nergens in de Albert Heijn een soort schap is met natte, voorgemaakte broodballen met koffiesmaak. He? Voor de mensen die denken, hey, ik heb een beetje haast, ik neem even voorgemaakte, natte broodballen met koffiesmaak. Of mensen die langzaam pinnen, begrijp ik ook nooit, ik begrijp gewoon niet. Waarom zou je langzaam pinnen? Waarom zou je een half uur zo, waar moet dit nou in? En dan een half uur zo, dan doe ik hem in het enige ding waar hij überhaupt in kan. Wat is nou, mijn pincode? Wat is nou die code waardoor ik elke dag niet doodga? Doet hij het of was het een losse piep om geen reden? Hij doet het hoor. Of mannen die van dikke tieten houden, begrijp ik ook helemaal niks van. Ik vind helemaal niks aan. De hele wereld draait om dikke tieten, maar ik hou helemaal niet van dikke tieten. Ik ben sowieso een kutte man, maar ik vind de dikke tieten ook echt... En ik ben ook heel negatief, dus ik zie gelijk hoe ze er later uitzien. Moet ik helemaal janken met tranen en geluid en zo. Ik vind het super goor. Ik heb mijn hele leven al dat een vrouw met dikke jetsers dan de ruimte verlaat. En dat iedereen zo, en dan ga ik gewoon meedoen zo. Jammer, terwijl, ja, ik ben een kutteman. Maar ja, er is nooit iemand die als we weggaan zijn, zo, Maar ja. En natuurlijk mensen die helemaal zo praten. Je hebt gewoon mensen die praten helemaal zo. En je denkt, hoezo praat je helemaal zo? Je hebt gewoon een tv, kijk gewoon het journaal en lul gewoon ongeveer zoals de gast op het journaal, toch? We hebben met elkaar afgesproken, iedereen lult ongeveer zoals de gast op het journaal en dan begrijpen we elkaar en dan ga jij toch lekker helemaal zo praten. Ga jij het journaal kijken en dan ga je, hey, Tina, kijk, er is een gast op tv en die praat helemaal zo. Raar, hè? Ik ben daarmee bezig. En homoseksuele mannen, daar begrijp ik ook helemaal niks van. Homoseksuele, dat je seks wil hebben met een man. En dat je, ik bedoel, ik ben niet tegen hoor. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het is om iemand te zijn die dat dan fijn vindt. Snap je? Ik kan me niet verplaatsen in iemand. Ben ik gewoon te hetero voor of zo? Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik dan zo, weet ik veel, in de keuken op tafel zit. Zo met mijn vriend. En hij zo hier zo bij me, hier zo tussen. En zo'n stuk van zijn lul zo in mijn reet. En... dat het aan de ene kant dan heel kwetsbaar voelt en aan de andere kant is dat juist dat kwetsbare er lekker aan is. Dus dat je hem zo wegduwt, aan de ene kant zo bij zijn borstspieren en aan de andere kant juist met je hiel zo bij zijn reet zo erin, denk ik dan, toch? En dat je op een gegeven moment zo een beetje zo door gaat neuken en dat je gewoon, ik voel gewoon dat het er niet voor gemaakt is. Maar ja, fuck it, ik wil gewoon een leuke vriend zijn en dat hij me zo afleidt met tongzoenen en als ik dan afgeleid ben dat hij weer een stukje erin gaat en dat heel vaak herhaalt totdat hij er helemaal in zit. En dat, ja, ik denk dat als hij er dan in zit, dat het dan wel lekker is. Als hij zachtjes, gewoon zachtjes met me vrijt, snap je? Dat hij gewoon zachte, langzame golven met zijn onderrug en dan zo, snap je? Dus dan is het wel lekker. Tenminste, als hij erin blijft. Hij moet niet weer er helemaal uit en dan zo, dat liep niet. Maar gewoon erin blijven en zachtjes doorneuken en dan wordt het vanzelf losser, denk ik. En, ja toch? En nat. Gek is dat, hè? Ken je dat? Dat iemand in zijn reet neukt en dat het nat wordt uit zichzelf? Die denkt, hè? Ik heb helemaal niet om mijn lul getuft. Ik heb blijkbaar gewoon echt iemands darmflora losgeneukt. Ja toch? En dan op een gegeven moment steeds sneller. En op een gegeven moment krijgt hij een soort holle blik in zijn ogen. Dat je denkt, Jezus, hij denkt niet eens aan mij. Wat een lul. Ja, fuck it, vind ik ook wel geil. En dan zo door. Ja toch?
En op een gegeven moment gaat hij zo neuken en dan op een gegeven moment komt hij klaar. En dan gaat hij als een soort kromme garnaal, dat hij bij mij zo snap je? Dat zo, toch zo komen mannen altijd klaar, toch? Zo. Toch? Als een soort iemand die een laadje heel lang niet open krijgt en dan ineens toch wel. Dus zo, klote dingen. Snap je? Hij zo bij mij zo. En volgens mij voel je dan niet, maar dat weet ik dus niet, volgens mij voel je niet dat je volgespoten wordt. Toch, dames? Dat voel je niet. Maar je voelt wel met je aars, de wortel van zijn lul, die voel je wel zo. Dat voel je wel. Dat je denkt, aha, volgens mij word ik nu helemaal volgepist met zaad. Snap je? En dat hij dan helemaal vol blaft en dat er dan door die 7 schokken van zijn orgasme, snap je? Dat dan de bovenkant van zijn, toch 7 schokken. Denk aan een goed orgasme van jezelf. 7, toch? Dat zo. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Dat hij zo de bovenkant van zijn eikel tegen mijn prostaat en dat ik daar dan weer ook als een garnaal bij hem. Snap je? Dat hij is zo en ik zo bij hem. Snap je? Dus hij, dat we samen zo als twee verliefde zwanen zo liggen. En volgens mij, maar dat weet ik ook niet zeker, volgens mij denk je dan geen moment aan dat straks ook nog zijn slappe piemel uit mijn veel te grote poepgat valt en er allemaal zaad en stront zo langs mijn been naar beneden loopt. Als een oude middeleeuwse kasteelkaars. Want ja, je bent alleen maar bezig met godverdomme wat geil. Dat wat mij net overmeesterde met een beetje agressie. Dat dat nu als een weerloos jongetje bij me ligt. Wat ontzettend fijn. Jezus, wat hou ik van die gast. Ik wou dat dit nooit, maar dan ook nooit voorbij ging dit moment. Snap je? Daar kan ik me echt helemaal niks bij voorstellen. En